hele goede morgen. Het is momenteel 11 uur en... Romy, dat geluid hoor je goed. Ga even in die tent zitten. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Demi. En dit is een andere video zoals verwacht. Dus waarschijnlijk zie je mij nu voor het eerst. En normaal maak ik gewoon van heel mijn dag een vlog. En nu doe ik gewoon een korte vlog en laat ik zien wat ik heb gekregen. Ik heb van L'Oréal een kleimasker gekregen. En misschien is dat bij jullie wel bekend, omdat jullie het al op Instagram voorbij hebben zien komen. Want het is nou echt een hele hype geworden. En dat is dus dit masker. Het is een kleimasker en het trekt echt helemaal in je gezicht en het wordt helemaal strak en het zuivert je huid. Het zorgt dat je huid een mooie glans krijgt en echt van alles zit erin. Nou, ik heb van L'Oréal een reispakketje gekregen. Dat is deze. Daarin zitten dus de drie kleuren. Iedere kleur heeft dus een eigen werking. Het masker verkopen ze in een pot en in een tube. Dus zo kan je een beetje kijken wat je zelf fijner vindt. Ik vind persoonlijk een tube fijner, omdat je met een pot... Ja, je zit met die deksel en met vieze handen, je moet alles op je gezicht smeren. Nee, ik vind gewoon een tube fijn, je knijpt lekker, je smeert het uit en dopper op en je bent klaar. Nou, ik ga even laten zien hoe het eruit ziet. Omdat mijn camera kapot was gegaan, had ik het al proberen te vloggen met mijn andere camera. Maar ik vond het beeld niet zo mooi, dus ik heb hem eigenlijk al getest. Maar nu laat ik het gewoon even opnieuw zien, alleen heb ik hem dus wel gebruikt. Maar ja, ik vond het wel fijn dat ik hem al gebruikt had, zodat ik weet hoe dan het zeg maar op mijn huid werkte. En ik vond het echt ideaal, dus ik wil het jullie gewoon nog een keer laten zien. Zo ziet de pot eruit. En zo ziet hij er van binnen uit. De zwarte kleur van het masker zorgt vooral voor het detoxen van de huid en het laat je huid stralen. Ook heb ik in de tube de groene. Die zorgt ervoor dat je, ja, net zoals meeetertjes en puistjes, dat het echt gewoon je huid zuiver maakt. En de kleikleurige, dat is dus deze. Die is vooral voor het stralen van je huid en het voeden van je huid, zodat het echt gewoon helemaal optimaal is. Dus als je niet echt last hebt van pukkeltjes en gewoon je huid een boost wil geven, dan zou ik voor de kleikleurige gaan. Nou, ik ga nu het masker aanbrengen. En het eerste wat ik daarvoor nodig heb is een foundationkwast. Daar breng ik altijd gewoon een masker mee aan, zodat niet mijn handen onder zitten en ik goed kan smeren waar ik het wil. En een haarband, zodat het niet in mijn haar komt. Dus we gaan nu beginnen. Ik ga vandaag het reissetje aan jullie laten zien, zodat ik alle kleuren op mijn gezicht aan kan brengen. En ik jullie ook tegelijk laat zien waar dat je het moet aanbrengen. Dit is dus wat ik nu ga gebruiken. Dit zijn de maskertjes. En zo. En dit is mijn kwast. Ik begin met het zwarte masker. En die breng ik aan op mijn wangen, zodat het daar een beetje gaat detoxen. Pak mijn kwast. En smeer ik hier op mijn wangen. Oh, fuck. Het smeert heel lekker uit. En die brengt aan waar meestal onzuiverheden zitten. En dat is op mijn voorhoofd, bij mijn neus en op mijn kin. Maar één kleur over en dat is de kleine kleur en die breng ik aan op waar nog niks zit. Je niks zit ook altijd make-up, dus vergeet ook nooit je nek mee te nemen. Want je hebt evenveel zorg nodig als je gezicht. Nou, het masker zit erop. Ik ga het even in laten trekken. Dat moet zo'n kwartiertje. En dan ben ik benieuwd wat het resultaat is. Nou, het masker heeft nu een kwartier gezeten. En ik kan eigenlijk niet echt eens praten. Omdat het helemaal strak zit aan mijn gezicht. Oké, ik ga het nu dus afwassen. Heel even zo op mijn knie zitten. En ik doe even mijn haar op een stick. Zo. En dan is het nu tijd om het af te wassen. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Be fine, mask on.
mask on. Yeah. Fuck it, mask on. Mask on. Yeah. Fuck it, mask on. Nou, het masker is er nu volledig helemaal afgehaald. Ik ben super blij met het resultaat. Het voelde ook echt al gelijk een stuk zachter aan. En normaal vind ik altijd als je een masker op hebt gedaan, dat je altijd van die rode vlekken in je gezicht krijgt van scrubben eraf. Maar op zich gaat het masker ook heel makkelijk eraf. En zo ziet mijn huid er dus nu uit. Nou, ik ben hartstikke blij met de masker. Ik ben ook echt benieuwd wat jullie ervan vinden. En laat me ook weten wat jullie liefst zouden gebruiken. Een tube of een potje. Ik zeg wel eerlijk, als je een kwast gebruikt, je handen worden niet vies. En dan is een potje wel handiger. Maar als je je handen wel gebruikt en je vindt het gewoon fijn met je hand doen. Of je hebt even geen kwast bij de hand. Dan zou ik voor een tube gaan. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar mijn video. Vond je hem leuk? Dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!